loodsen. Haren zijn op. Goedemorgen, papa. Op tafel. Hier. Liesje is er. Oeh, kijk uit, veilig. Boom. Hé, hey, goed, zusje. Dit is Luxie. Nee. Zijn jullie er weer klaar voor? Nee, nee, nee. Wochten. En een koekje erbij. Waar is Luxie naar die overleg? Ja, mijn skillers. Hond uit de bus. Nee. Een blaar. Lekker appeltje. Zo. Kinderen vroeger. Luxie, kijk hier. Zet hem. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Wellinga's familietologers. En het is zondagochtend. Luxie staat lekker de tanden te poetsen, Luxie. Gaat ze heel goed zelf. Kijk. En ik ga eens even kijken waar Leon en Lucilla zijn. Want die waren alweer aan het aankleden. Maar ze zijn niet zomaar aan het aankleden. Nee, nee, nee. Vandaag gaan ze een poging wagen 24 uur op de Skillers te blijven. Ze zijn namelijk net uit bed. Ik hoorde al wat. Gerommel en gebommel. Een hele goede morgen, Luan. Morgen. Kijk, hier is hij net aangekleed. En wat hebben we daar op de grond liggen? Twee Skillers. Dat zijn Skillers. Die ik vandaag de hele dag aanlaat. De hele dag aanlaat. En hij weet nog niet wat we allemaal gaan doen vandaag. Jawel. Wat dan? Naar opa en oma. Ja, maar ik heb ook leuke dingen in petto, waardoor het een hele uitdaging wordt. Om die Skillers aan te... Ja, weet je, hallo, we gaan niet zomaar weer... Dan maakt mama er ook een challenge van, hè? Goedemorgen, Sil. Niet het juiste topje. Niet het juiste topje. Ze staat voor de spiegel. Ze zegt, mam, ik heb niet het juiste topje eronder. Nee, dan moet je er even een ander topje onder doen. Ook Lucilla die heeft hier, kijk, de Skillers liggen daar. Ik ga ook even met de liefde naar de wc. Ja, dat is ook een goed idee. En dan gaat ze 24 uur ook op deze Skillers. En jongen, ja, die zijn nog een klein beetje te groot voor jou. En Luan heeft de Skillers aan. En ik ben bijna net zo groot als mama. Ik kom nu tot hier. Ja, bij je keel. Nou, ben je vandaag ook nog een paar centimeter groter. Hey, ja. Dat is weer mooi meegenomen. Ja. Nou, dan ga je nu met je haar doen. Mijn voeten komen volgens mij iets tot net hier. Ja. Dat is grappig. Dus nog 10 centimeter erbij. Eerst was ik 130... 140. Ja. Ben jij iets in de 50, denk ik. Ik ben 1,60. 1,60. Ja. Nou, even die haren doen. Ja. En alles doen. Met de Skillers aan. Kijk, door de gang. Dat gaat wel lekker. Oh, goedemorgen, Luxie. Goed zo. Had je je haar... Zal mama je haar nog even doen? Ik moet wel oppassen dat ik het over jullie haar ga. Haar. Ja, maar je zit nog een beetje pluizig, schatje. Mama, jou nog even helpen? Oh, kijk, Lucius die is al met de Skillers aan het spelen van Lucilla. Die denkt, ik wil ook wel die mooie Skillers aan. Zie je dat? Ik wil ook wel die mooie Skillers aan. Nou, ze zijn dus net uit bed, zoals jullie zien. Het is dus ochtends. Ja, haar ziet er niet uit. En we beginnen deze challenge in de ochtend. Ja. Dus jullie heeft even een ander topje eronder gedaan. Ja. Oog voor detail heeft ze tegenwoordig al. Ik laat hem horen. Kijk, met je Skillers, hè. Je broertje zit eronder. Nou, Lucilla doet ondertussen de Skillers aan. Hoop. Luan en Lucilla hebben de Skillers aan. Luxie die doet een beetje met voor spek en bonen mee, jongens. Die heeft er wel zin in, maar nog niet nu. Dus het komt straks. Kijk, ja, je bent nou tot hier. Daar. Tot daar. Ja, en zo, ik bij mama's nek. Tot mama's nek, ja. Nee, tot bij Lucilla. Je hebt opeens twee hele grote kinderen nu. Maar ze hebben in ieder geval de Skillers aan en ze gaan op naar de badkamer. Want daar gaan we de haren doen en de tanden poetsen. En dan met de Skillers even de tanden poetsen. Zo ziet jij nu uit. En nu zo. Nou, wat doe broer dan. Wat doe broer dan. Lucilla heeft toch maar even een trappetje gepakt. Met de Skillers. Toch nog. En Lucilla die is klaar. Gaat naar papa toe. Ik ben zelfs nu wat groter. Je bent nu inderdaad wat groter dan mama. Nou. Zo voelt het dus. Zo voelt het, ja. Zo voelt het op mijn hoogte. Haren zijn ook gekapt. Ziet er wel lekker uit. Hé, hey, zijn jullie hier? Het is hier lekker uitgeland. Hey, papa en ik kijken. Ja. En passen voor het eten aan. Papa die even aangezet. Nou, gaan we even lekker van bijten. Op naar de konijnen. Want die staan ook alweer te popelen. Papa, hoi. In het water.
jij ook. Ga jij ook passen dat jij weer gaat? Ja. Hey, jongen. Goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Bob. Ja. Zo'n lekker eigenwijs konijn. Hop. Zo. Nou. Hop. Top gedaan. Oh. 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 Wil jij zo graag naar je vriendinnetje? Dat is ook wel heel sneu. Bijna, jongen. Nog even geduld. Dan word je geholpen. En dan mogen jullie bij elkaar. Ook lekker ontbijtkoek gemaakt. En hey, wie komt daar binnen? Goedemorgen papa. Met alle was. Ja. Kom zo aan tafel. Kijk eens. En de meisjes die zijn al lekker aan het kleuren. Dit is Peppy. En dit is Cookie. Ah, een paastolletje, en lekkere druifjes, en broodjes, en crackertjes, alles op tafel. Dus gaan we even lekker. Ja, en we hebben lekkere paaskipjes. Ja, paas. Maar die doen we als laatste, als toetje. Hé, hey, kind, het is vandaag eerst Pasen. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus is waarlijk opgestaan uit de dood. Want voor de vijder was hij laatst het diner met zijn discipelen en gekruisigd. Toen was het gisteren Witte Zaterdag. En vandaag is het zondag, eerste Paasdag. Dat is opgestaan uit de dood. Oh nee. Hier is waar, wat is het? Ik ben net verzand. Ik moet eten. Ach, schatje, dat is niet zo erg. Ze waren bezig met een hele mooie paastekening. Happy Easter. Oké, als je een Peppy maakt. Peppy. Met een kopje. Met een regenboog. Een cookie met een bliksem en een sterretje. Oh, heel mooi. Nou, gaan we even lekker eten. Met de skillers, hè? Ze hebben de hele dag de skillers aan. Kijk eens, kijk daar. De skillers. Dat is de en Lucilla ook nog. Leuk. Dus, nou, kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Ondertussen zijn wij buiten beland. En willen ze buiten skilleren. Maar ja, dan moeten ze wel even de beschermers aandoen. Lucille, jij hebt de roze. Ja, ik heb En Luxie, die wil niet op de roze schaatsen voor een paar skillers, jongens. Dus ja, die wil gewoon lekker aan het autootje spelen, liefie. Dat is ook helemaal goed, hoor. Oude schoenen heb ik aan. Ja, je hebt oude schoenen aangedaan. Heel goed. Wil je even duwen? Nee hoor. Nee, oh, daar gaat ze. Liesje is ook weer lekker wakker. Maar en die smikkelt lekker van zijn muisvinger. Ik heb het de andere hand. Ja, dat is goed, schatje. Ja, de kniebeschermers en de polsbeschermers doen we om, hè? Ja. Daar komt Lucilla aan. Heel goed. En daar komt Luan aan. Met broer. Kijk dan, Liesje is in de kinderwagen. Volgens mij vindt hij dit ook best wel leuk. Wat ga je hard, jongen? Hé, hey, ja. Ga je hard? Turbo, hè? Kijk dit op. Het is wel makkelijk dan. Ja. Makkelijker skileren zo, zie je dat? Heel goed, Ziel. En Luxie komt daar in een autootje aan. Luxie in de eerste auto. Hé? Ja. Doet. Geef dat aan Lucilla. En Lucius vindt het nog leuk ook in die kinderwagen, zie je dat? Makkelijk skilleren zo, hè? Heel goed gedaan. Ja, applaus voor jullie beschermers. Hier, dit is schrikken, hè? Nou, dan gaat hij weer. Ja, je gaat naar achter. Oeh, kijk uit. Oeh, kijk uit. Oh, had je ook bilbeschermers? Nee. Geen bilbeschermers. Misschien de volgende keer een kus in je broek. Ja. Kom. Oh, mijn helpje. 1, 2. Hoppatee. Oh. Wacht even, anders gaat je arm ook nog andersom. Ja, die staat weer. Kijk dan, hij gaat best hard, Lu. Ja. Kijk uit voor de bocht. Kijk dan. Kijk dan. Ja, oh. Wat hè? Bilbeschermers. Lucilla die vindt de bilbeschermer uit. Moet er even een kussen in jouw... Zal ik even een kussen pakken? Ik heb wel een kussen. Ja, ik pak even. Nou. We zien Lucilla op de billen viel. Als ze al zere billen heeft, gaan wij een bilbeschermer. Zo, een touwtje. Doe zo. Kijk, zit op je achterkant. Ja? Ja, nee, dit is een doorgaan. Nou, willen jullie ook deze bilbeschermer bestellen? Kijk dan even op Lucilla. Oh, op Lucilla haar webshop. Ik vond het wel een goede uitvinding, Giel. Ja. Nou, als jij hem vasthoudt, ga ik hem omdoen. Maar echt. Okay. Ook bij Opa en Oma. De hele dag met je bilbeschermer. Ja. Oh, zo. Hou vast, hè. Dus je hem ook nog even uittesten natuurlijk. Nou, hier is hij dan. Met de bilbeschermer. Kijk, die zit erachter. Nou, daar gaat ze helemaal veilig. Zit er. 1, 2. Boom.
Hé, hey, is dit een goede uitvinding of niet? Toch? Silla is er niet helemaal overtuigd. Ik denk meteen eigenlijk, ja, dit staat niet echt bij mijn skiele outfit. Ja. Nou, we hebben de bilbeschermer weer af. Ze zei, het werkt wel, maar ik wil hem niet nog niet de hele dag omhouden. Kijk, we hebben hier start gemaakt. En wat we nou aan het maken zijn, is een heel parcours. Luxie die rijdt hem al. Daar zie je hem helemaal. En Luan is nu daar. En dan kunnen we hem zo helemaal rondskieleren. En Luxie rijden, Luxie. Dat is grappig. Maak hem zo'n heel parcours wat je moet skieleren. Oh, je gaat er helemaal het gas op. Uh-oh, mama je helpen? Deze kant op. Zo, ga deze kant op. Hé, hey, goed zo. Dan kan je lekker lopen. Ja. Nou, Luxie zit nou even lekker in de Little Tank met Luxie. Dat vindt hij ook mooi, hè? Je kunt sturen met dat ding, hè? Wist je dat? Ja, goed zo. Kijk, kan je ook het hele parcours zo aflopen? Ja. Luan heeft dus met stoepkrijt een heel parcours getekend. Hier helemaal over de hele stoep heen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om daar overheen te lopen. Of met Luxie, hè? Want Luxie doet het fietsje. Of de fietsen, of de rolschaatsen, of wat dan ook. En Lucilla, oh, die probeert in het autootje te kruipen. Luxie staat daar met lusjes. Mooi gemaakt, jongen. Zo erg krapjes, hè? Dit. Ja, je te realiseren dat jij hierin hebt gepast, hè? Die kreeg Lucilla toen ze 1 of 2 was. 2 volgens mij. Ik wil even het hele parcours laten zien. Dus ik ga een poging wagen ze te achtervolgen. Zodat we kunnen kijken hoe ze over het lijntje skieleren. Oh, hier langs. Mam, ja. Hele scherpe bocht. Wow. En hier. Ja. Deze is nog scherper. Ja, oh, Luxie heeft een cabrio gemaakt. Die is ook mooi, schatje. Goed skieleren, Sil. Yeah. Ja, dat zijn alle kronkeltjes. Allemaal kronkeltjes. Oh, maar had je eigenlijk bijna je kussen nodig gehad. Kijk, en Luan is al helemaal weer daar. Het is een leuk pad, jongens. Ja. Nou, Luxie is nog steeds met de cabrio bezig. Ze staan allebei bij start. En ze gaan beginnen. Volg ons maar, man. Ik ga jullie volgen. Ja. Hier moet je goed opletten. Het is een beetje een kruising. Ja. Nou, die kant. Onder de carport door. Dit uit de paal. Gaat er precies langs. Ja. En dan? Denk je, waar gaan ze heen? Waar gaan ze heen? Nee, ze gaan nog een rondje maken. Ja. Een looping. Maar een looping. Plat op de grond. Zou het zijn als het een achtbaan zou zijn? Ja. Zou wel een hele vette achtbaan zijn. En dan die kant op. En dan daar weer rond. Heel mooi. Dat gaat goed hoor. Je moet goed kunnen sturen. Ja, je moet goed kunnen sturen met al die bochten. Hier wordt het een lastig stukje. Haarspeldbocht. Ja. Probeer er ook maar langs te gaan, Luxie. Langs het parcoursje. Oh, kijk uit voor Luxie. Kijk, dit is een. Ja, dit is een lastig stukje. Moet je heel snel draaien. Goed zo, Luxie. Luxie gaat er ook langs. Het gaat alleen niet zo heel snel. Dat kan ook. Ja, het is een hele scherpe bocht. Gaat dat? Ja. Ja, je bent er wel sterk hoor. Ja. En jij moet skieren. Doe ik zie. Op de weg blijven. Ja. Ah, dat gaat toppen jongens. Oh. Kettingbotsing. Op de deur. Op. Toen was de auto tot losgereden. Zo, die weer erin. Oh, meteen. Nou, daar gaan ze weer. Jij moet goed sturen, hè? Ja, goed sturen. Luxie, we doen een kronkelweggetje. Goed zo. Ja, dat gaat helemaal goed, dit. Oh. Een heel kronkelweggetje hier, Luan. Heb je dat gemaakt? Ja, dit heb ik gemaakt. Dit heeft Luan hier gemaakt. Oh, gaat het toch goed? Ik heb gewoon een expres moeilijk gemaakt. Ja, ik zie het. Nou, gaat hartstikke goed. Helemaal goed. Nou, dan zijn we weer bij het begin. Zijn we weer bij mij ook een bilbeschermer. Ja. Voor Luan een bilbeschermer. Zo,
Nou, dan zijn jullie weer bij start. Nou, dan gaat Luan Luxie duwen. Lucilla erachteraan. Kan je niet meer, schatje? Ja. Kijk dan. Goed zo. Sturen. Sturen, Luxie. Heel goed. Waar gaat het lijntje naartoe? Goed kijken. Waar gaat het lijntje naartoe? Ja. Aan mijn heupen. Wacht aan mijn heupen. Goed zo. Oh, de deur valt eruit. Ik heb niks te doen. Nee, ik zie het. Nee, ja. Oh, nou, daar gaan we weer hoor. Aan mijn jas. Goed zo, Luxie. Moet je eens kijken. Scherpe bocht. Scherpe bocht. Weer een scherpe bocht. Goed zo, Luxie. Ik vind dat je heel goed kan sturen, Lux. Ja, over het lijntje. Over het lijntje. Oh, oh, kronkellijntje. Scherpe bocht. Oh, Lux. Oh, Lux. Ja, ik doe het. Ja, maar dit is zo. Oh. Oh. Hou je vast, Luxie. Hou je vast. En daar zijn ze weer. Ja, voor de start. Oh, Luxie is nog niet klaar. Oh ja. Nou, zijn jullie er weer klaar voor? Ja. Klaar voor de start? Ja. Oh. Ik hou wel gewoon zo los. Dat is wat fijner. Je wil hè? Ja. Goed zo, Lucilla. Goed sturen. Ja. Oh, oh. Waar gaan ze naartoe? Waar gaan ze naartoe? Oh, mama, ze poeten er bijna af. Het is echt zo'n lekker parcours dat ik eigenlijk zelf ook wel zou willen, maar ja. Zit je lekker, Luxie? Daar gaan ze weer. Doei, doei. Ja, we hebben iemand op de weg liggen. Luxie, heb je een toeter? Ja. Toeter maar van Woesel. Toet, toet, Woesel. Toet, toet. Ja, ja, ja. Woesel af. Ja. Ja, oh, daar gaat hij nog een keer. Haha, Woesel. Goed zo, Woesel. Scherpe bocht, goed sturen. Ja. Heel goed, Sil. Lucilla stuurt een beetje mee met Luxie, hè? Oh. Ja, dat is best zwaar, hè? Dat is topsport dit, hè? Nou, Luxie denkt, ik zit wel lekker. Hier, deze baan weer. Met alle bochtjes. Kijk uit, Pip. Oh! Je gaat rechtdoor, Lu. Ja. Je moet wel de bochtjes pakken. Oh, haarspelbocht. Ja. Heel goed. En hier weer. En dan zijn ze weer bij de finish. Oh, nou even uitrusten. Wie wilt er een lekker ijsje? Zo, ijsjes te koop, ijsjes te koop. Hey, Luxie, wil jij trakteren? Geef iedereen maar een ijsje. Oh. Ja, ga maar even lekker op het bankje zitten. Oh, lekker in de schaduw. Toch wel lekker in de schaduw, hè? Je hebt hier een schaduwbankje. Zo, de scherm is even af. Dan. Ja, dat is wel handig. Dat mag wel, ja. En de zonnebril. Een zonnebril kan je hier ook lekker afdoen. Mom, zo, kom maar, Sil. Ja, wat is het, schatje? Deze en deze. Dus allebei. Oh, boefje, je krijgt geen ijsbuik van. Ik denk dat ik morgen automatisch ga skileren. Ja? Vond je het zo leuk? Ja. Ja, de parcours is echt leuk, hè? Ja, echt leuk bedacht, joh. Zo'n parcours en dan met de skillers erover. Is echt een top tip. Ik ga water. Water. Wat ga je doen? Daar water. Huh? Daar praten. Oké, ga maar praten. Daar praten. Met mama? Ja. Oh. Wat gaat ze dan doen? Oh, papa komt thuis. Wat is er? Papa komt thuis. Hey, wie komt daar thuis?
Och ja, het parcours, papa. Fiets op het parcours. Fiets op het parcours. Kijk jongens, papa gaat het parcours fietsen. Hij is heel veel bochten, papa. Heel veel bochten. Daar is de finish. Ja, dan gaat looping daar. Ja, heel goed, papa. Grote bocht. Heel goed. Het gaat een beetje kriskras bij jou, maar het idee is goed. Papa was bij de sportschool geweest, hè? Ja, ik was bij de sportschool, maar die was nog niet dicht. Oh. Ik ga fietsen. Oh. Kom ik bij de hervormde kerk, heb ik daar een half uurtje de kerk. Oké. Nou, top. Nou, de kinderen hebben zich hier vermaakt met dit parcours. Volgens mij vermaak jij je ook zo te zien. Oh, echt? Oh, Daniel was eventjes naar de sportschool, dus, maar die was dus niet open. En hij dacht, ik heb toch even een even tijd voor mezelf. Ga ik even langs de kerk. En Boezo en Pip hebben jou ook gemist. Ik zat zo in de kerk. Ja, oh ja. Ze zei zo, oh, maar je mag ook gewoon later. Ah, wat lief. Heb je lekker ijsjes, schatje? Is die lekker? Een koekje. En een koekje erbij, hè? Daar is Luxie gek op dat ijsje. Waarom? Die hebben we laatst weer een keer nieuw gespot in de supermarkt. Ja, die vissen lekker. Wat is? Oh ja, die vind ik ook wel lekker hoor. Ja, neem ik die. Helemaal toppie. Oh, dat wilde ze zeggen. Ze wilde toch deze, denk ik. Oh, die. Goed zo, nou gaan we even lekker een ijsje opeten. Waar is Luxie nou? Luxie. En daar is Luxie weer. Kijk, daar staan jullie. Kan ik even mijn ijsje openmaken? Sorry, hey, in de zon, dan zitten jullie in de schaduw. Nou, maar ze hebben heel hard gesport net, dus ze waren helemaal moe geworden. Ja, van die bochten. Dus is ook wel in de schaduw, ja. Dus, we zitten er af te koelen. Hé, maar wij gaan zo naar opa en oma toe, in ieder geval naar Zwolle toe. En misschien is het wel leuk om een picknickpandje mee te nemen, dat we eerst nog even lekker gaan picknicken. Want we hebben een heel leuk parcours, over parcours gesproken. Bij Kranenburg is dat. Dan heb je zo'n parcours om die hele grote plassen heen. Eerst een lunchje, we zouden gaan eten bij opa en oma en paaseitje gaan zoeken, maar dat is pas aan het eind van de middag. Kunnen we eerst daar lekker picknicken en dan gaan we daarna door naar opa en oma. Ik zeg goed plan. Goed idee, even overlegje, familie overleg. Ik ga gewoon in een korte broek hoor. Ja, en Luan en Lucilla die 24 uur op de skiers, hè? Ja. Die hebben ze nog steeds aan. Mama! In de auto, hè? Mama. In de auto. In de auto. Ja, in de auto. Ga je zo achter de auto hangen? Dat is Hollywood. Dat is ook niet leuk, nu. Jullie met de touw achter het busje. 100 kilometer per uur. Ja, dat is echt lang! Dat is echt lang! Nou, 130. Ik denk dat de politie op de vluchtstrook. Krijg de politie achter je aan. Willen Luan en Lucilla even van de skiers afgaan? Ja. Nee meneer, 24 uur skiers. Om te flitsen, hè? Nou, dan flitsen wij die picknicktas in elkaar. Ja, en we eten even ons ijsje op. Ondertussen hebben we de picknickmand gepakt. En gaan we in het busje op naar Zwolle. Met de skillers in de auto, jongens. Luxie neemt een stepje mee. Met welk busje gaan we? Mama busje, papa busje? Oh ja, kom maar. Het papa busje gaat het worden, hè? Zo, en dan gaan we met de skillers in de bus. Nou, stap maar in, Lucilla. En daar moet vooraan. Ja, dat is nog een heel... Kijk, als je niet eruit rolt, hè? Oh, Luan er ook in. Ja, de step, doen we wel achterin. Ik moet toch nog even de kinderwagen erin doen. Nou jongens, met de skillers in de auto. Dat zit wel een beetje gek, denk ik, of niet? Ja. Dan hoor je iedere keer van je stoel. En dat doe ik achter. Ja, die doe ik erin. Kom maar. Nou, Luxie er ook in. Nou, ga maar lekker zitten. Zo, klim er maar op. Ik kan er niet op. Nee, dat wordt is een beetje lastig, hè, met skillers. Nee, hoe ga je nou zitten? Hier. Ja, die zullen wat minder. Die zit op een zitje natuurlijk. Nou, top. Nou, jongens, dan gaan we op naar. Ja, papa doet jouw step erin. Kijk, en de kinderwagen nemen we ook even mee. Kunnen we lekker een rondje lopen en lekker picknicken. Het is een heerlijk weertje, jongens. Dus we gaan lekker even erop uit. Even een rondje wandelen. Dat doen we bij Kranenburg. En dan lopen we een rondje, gaan we lekker picknicken. Kinderen kunnen daar lekker skilleren, want dat is een pad waar je lekker kan skilleren. En dan gaan we daarna lekker weer naar opa en oma toe. Want dan gaan ze paaseitjes zoeken in de tuin en eten daar een hapje mee. Maar eerst lunchje in het park. Zo, en Luxie heeft de step alweer te pakken. Luan met de skillers gaat dat. Rond uit de bus.
Lucilla ook. Rolt uit de bus. Ja, toppie. Nou jongens. Een lekker paardje. Ja, we gaan. Ja. Ja, daar heb je zo meteen een lekker rond glad ondergrondje voor te skileren. Goed. Ja, we hebben natuurlijk een nieuwe telefoon en hij doet het rookbesturen op zijn telefoon. En dat was nog niet geïnstalleerd, dus vandaar dat hij daar even zit, want hij wilde, het is hier zo mooi. Dus hij zei, oh, ik wil even met de drone de lucht in. We hebben super lekker weer. Maar ja, we moeten even die app installeren. Dus vandaar dat wij hier even lekker zitten, kan hij daar even goed kijken. En dan gaan we even lekker picknicken, jongens. Hebben we volgens mij wel trek in, of niet? Ja. Met de skiers. Gaat het nog met de skiers? Nee, ik heb een blaar op mijn teen. Een blaar? Haha, jongen. Ga je het opgeven, 24 uur? Ja, ik weet niet. Of ga jij straks ook in bed met je skiers? Ja, ik ga zeker in bed. Lucilla gaat slapen met de skiers. Ik twijfel nog. Het picknickmandje die gemaakt is door Luxie en Lucilla. Die hebben het picknickmandje lekker gemaakt. Een flesje drinken erbij. Kijk eens, Sil. En zonnebrand. Lekker drinken. Zonnebrand heeft ze ook meegenomen. Want die hebben we vandaag wel nodig met het zonnetje. Heel goed. Deze vloesjes. Ja, doe de beschermers maar even af hoor. Dit? Oeh, ja, maar die hadden we als toetje meegenomen, hè? Ja. Dat is eigenlijk vanochtend als toetje, maar toen hebben ze het niet meer naar gevraagd. Even kijken wat we hier hebben in de broodrommel. Kijk, hier zitten lekkere bolletjes nog bolletjes. In. Dat is lekker. Hier zijn bolletjes. En daar ook nog bolletjes. Ja, we hadden ook nog lekkere paasstol meegenomen. Hey, jongen. Nou, gezellig jongens. Even lekker picknicken en kijken of er een mooi uitzicht. Ja. Nou, Lucie is ook even lekker hier. Oh, wil je een appeltje, kerel? Ja, oh, die. Wat wil jij? Je hebt alleen geen stukjes gesneden, hè? Maar dat is niet erg. Lekker balletje? Wel, hè? Het is een lekker appeltje. Mama even een stukje eraf halen voor jou. Hm? Nou, gezellig, Sil. Gezellig. Lekker? Ja. Lekker stolletje. Oh, lekker. Hm? Is er nog een stolletje? Ja, kijk eens, we hebben hier een hele... Broodrommel vol stol. Het is wel lekker bruin, dus. En we gelukkig hebben hij zonnebrand. Ja, we hebben wel zonnebrand meegenomen. Mama, je hebt je ingesmeerd. Wordt het dan nog wel bruin, mama? Ja, het duurt alleen ietsjes langer. En je wordt niet, je verbrandt niet. Ik voel niet meer zonnebrand om mijn lang. Oh, yes. Geteerd met een beetje zonnebrand. Zo. Beetje op je hand en dan? Beetje op je wang. Goed, zo. Dus je zit hier een klein stukje van de appel. Hé, jongen, hier wel lekker. Dat er nog? Gebeten. Oh. Nou, Liwan kan gewoon zelf een appel eten. 9 jaar later. Je begint zo en daarna zo. En Daniel zit nog steeds... Is die filmpjes met baby Liwan. Ja. Eet augustus. Ja, gaat hem hier zo, daar zo, dan zo. En daarna zo, ja, inderdaad. Ja, zo, ja. Dan zit je zo met je drone en begin je te genieten van het uitzicht. Ik kom er niet in. Nou, helaas, geen dronebeelden vandaag. Helaas, pindakaas. Nee, mama. Geen droombeelden. Mama, maar geniet van nu. Ja, dan zeg ik stuur je het. Maar je kunt ook gewoon lekker genieten van hier op de grond. Kijk, zo mooi. Zeker. We hebben hier ook mooi uitzicht. Wel een plaatje, hè? Heel mooi. Dit is het landgoed waar Daniel en ik eigenlijk altijd samen onze zondagse wandelingen deden. Toen we ook niet bij elkaar woonden, als ik het weekend bij Daniel was. Het is ook een soort emotionele plek voor ons als stel, zeg maar. Dat we dan hier met een heel gezin mogen zitten. Dat is dan wel weer heel bijzonder. Leegbak. Is die leeg? Goed zo. Geef hem maar een bak. Kinderen, vroeger was dit een privélandgoed Kranenburg. En dat heeft toen de familie, omdat er geen nabestaanden meer was, gegeven aan de gemeente. En toen hebben ze er ook een
rustplaats, begraafplaats van gemaakt. Dus ja. Hier achter ons liggen opa en oma op rustig begraven. Ja. Dat is wel heel mooi. Een heel mooi tweede plek. De prinsessenjurk heb ik zien. Ja, vroeger was het van de prinsessen. Ja, oh, daar worden Lucille wel wakker van. Echt? Ja. Daar stond hij, maar was het kleine huisje, het kasteel of de grond? Nee, dit was een landgoed. Ik weet niet waar het huis staat wat hier stond. Voor mij is dat er niet meer. Nee. Het was voor mij. Och, jongen toch. Wil je ook een bolletje? Ja, ook een bolletje. Dat is lekker, jongen. Dat is een lekker bolletje. Nou, we hebben toch gelukt, kinderen. We hebben een mooie foto kunnen maken en... Ja, en droombeelden. De drone deed het. Heel mooi. Nou, we gaan inpakken. Zo, en met de skiers aan, Luan, gaan we naar opa en... Oma! Nou, ik zeg gordels om en ga met die banaan. Is mijn zonnebril... Ja, Luxie is zijn zonnebril ergens kwijt. Maar we hebben hem niet... Hij moet hier ergens liggen, toch? Luan heeft een dubbele, papa. Luan heeft dubbele ogen. Goed zo, jongens. Nou, op de opa en oma. Zo, Luxie. Nou, aangekomen. En ja, op de wieltjes, jongen. Op de skilus. Nou, opa en oma. Doe je voorzichtig. Komt ie, hè? Woep. Zo. Nou, en Lucille op de wieltjes. Dan hebben jullie echt bijna volgehouden, hè? Ja. Nou, op de opa en oma. En Glennie, aan. Nee, Glennie. Oh, nee, dat gaat niet met de baby, hè? Nou, best in de tuin. Lekker weer ervoor. We zullen wel gauw spelen met dit zonnetje. Ja, ja, dat wel. Nou, kom maar. Hou erbij. Ze zijn 24 uur op de skilus, opa. Zalig Pasen. Hé, heel veel schoenen bij je. Nee. We willen zo wel lopen, Dilma. Ja. Kom maar mee, jongens. Nou, en niet aan boven gaan. Gezellig, mooi weertje, jongens. Oh, kinderen, wat ruiken die lekker. Kijk dan toch. Hallo lieve oma. 24 euro. Ja, Luxie was op de step, hè Luxie? Wie het langste de skiers aan? Heb jij de skiers ook aan? Ja. Doe je de wedstrijd? Ja. Leuk hè? Nou, gezellig jongens. Dat wordt gezellig. Gesmolten paas eigenlijk zo. Maar eerst lekker. Ga maar. Hier, kijk eens. Kijk, dit vind je nou ook heel leuk, jongen. Dat vind je nou ook heel leuk. Ze gaan eitjes zoeken. Het is binnen. Ja. Nou, oma heeft binnen de paaseitjes verstopt. Want anders dan smelten de paaseitjes. Was het nou pasta geweest, ja. Dan mogen jullie binnen gaan zoeken naar de paaseitjes. Ja, eentje, hè. Goed zoeken. Hoe? Kijk, zulke leren. Oh. Voor Luan om te beginnen, eentje voor Lucilla en eentje voor Luxie, om te beginnen. Oh, kijk, ja, anders pakken ze allemaal weg, hè. Pak maar, Luxie. Die mag jij pakken. Zo, dit maar in een bakje. Ja, ook alweer wat. Oh, ik zie wat, jongens. Lucius, zal ik jou helpen zoeken? Oh, Lucius ook helpen zoeken. Goed zoeken, ja, Lucius kan op de hoge plekjes zoeken. Ja. Oh, nee, niet in de stoepot. Hier? Wat is dat? Is dit een eitje? Ja! Ja, doe ja. Doe mijn bakje. Oh ja, eet hem op hoor. Ja! En daar zijn eitjes. Oh, en hier kun je erbij? Net niet. Net niet. Oh, dat is een leuk schilderij. Och, kijk. En hierboven. Oh, alsjeblieft. Goed kijken, jongens. Lukt ze er ook een? Oh, daar. Bij de plant. Leuke plant trouwens, nieuwe plant. Mooi. Ja, mooi hè? Ja. Zijn dat die spulletjes?
Heel goed. Luxie heeft al mooie diertjes. Oma heeft geen paaseitjes dit jaar, maar diertjes. Chocolade diertjes. Ze zei paaseitjes hebben ze al genoeg gezocht. Ze had gevoegd van de paaseitjes. En die hebben ze al op, opa. Oh, Luan. Dat is de jackpot. Hier, en de boekenkast. Daar ook wat. En daar, kijk uit voor het kristal. Oma's kristal. Mama, daar een klippen, mama. Oeh, oh, ja, ja, ja. Daar en daar nog eentje ja, in. Komt-ie, hè? Oh, Luxie, kijk dan, Luxie, wat heb je allemaal verzameld. Leuk, die visbeestjes. Kijk. Ja. Ach, jongens. Heb je niet geteld, oma? Nee? Luxie zegt, ik deel met Lenny. Is die voor jou, jongen? Luxie zegt, hey, ik deel met Lenny. Dat is lief. Nou, goed zoeken, jongens. Ik wil nog eens even kijken. Het is toch altijd nog wel leuk om te zoeken. Ja, ik heb er ook één. Ik heb er ook één. Hier. Hij eet een papiertje van op, hoor. Kun je uitkijken, hoor. Goed zo. Oh. Ga op die stoel zitten, man. Ik heb een grote paas. Ga even zingen van mama. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de Floria. In de Floria. In de Floria. In de Lepiep. Lepiep, lepiep, lepiep. Mama is 34 jaar. Eerst een haren. Ja, een paashaas. Is het breekbaar? Ja. Een paashaas. Moet je hier voelen? Wat voel je hier? Wat denk jij, zeg? Die laat hem al, hè? Stampertjes. Die laat hem al. Oké, we gaan hem uitpakken. Ik zie het. Ik ben benieuwd. Stel, hè? Druk, hè? Ik sta op beeld. Ja. Een spaarvarken. Nee, dat is een konijn of niet? Een konijnenspaar, een konijnenspaarpot? Ja. Een goudkopje. Huh? Oh, nee, leuk. Nee. Ik had maar een hele paar zijn gestart. Is die op de hele oh, maar je checkt me. Ja, dat is lief, jongen. Ik heb ze hier gezond, ik heb ze gewoon zo. Nou, dat zeggen we dan. Dankjewel, lieve opa en oma. Nu lekker uitbeuken en dan lekker barbecue. Kijk dan. Kusjes. Kusjes, opa. Allemaal kleins lopen, ja. Die gaan zijn op de barbecue. Kijk dan. 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 Nou, we hebben ze allemaal nu. Ja, we hebben ze allemaal. We hebben ze allemaal. Eentje opeens. We gaan zo barbecuen, hè, met de pan van opa Jan. Klein Jan gaat helpen de vleesjes draaien. Wat te zien. En met een kleintje. Even lekker op het lezen. Hier, deze. Lekker zo, hè. Even een zonnetje nog. Oeh, even een zonnetje, maar we aan de radar 0.0, toch? Ja, 0.0. Geen alcohol. 0.0. Top, man. Kijk eens. Lekker cheeseburgertjes. En lekker smullen. Nou, dan is de skielermissie volbracht, jongens. Luxie zit lekker te slapen. Luxie speelt hier lekker. En we gaan hier nog even lekker verder barbecuen. En heerlijk genieten van het paaszonnetje. Is de paasrook. Dat is een feit. Papa is de barbecue. Daar hebben ze mogen voor open en nu aan de barbecue was. Vond je het nou weer een leuke vlog, jongens? Doe even de duimpje. Dankjewel. En niet abonneren, klik op belletje. En we zien morgen weer een nieuwe vlog. We gaan iets heel erg bijzonders doen. Jullie gaan mee. Tot morgen. Morgen. Geef de tempo aan. Als je danst, boem boem mee.